Hallo allemaal. Vandaag wil ik met jullie even de laundry soap bespreken. Van één bus kan ik drie bussen maken, want net zoals bij alle Young Living producten is ook de laundry soap zeer sterk geconcentreerd. En hebben we eigenlijk het straffe product niet nodig om toch een mooie, zuivere was te krijgen. Hoe doe ik dat nu? Als ik een lege bus heb, kan ik heel goed gaan werken voor 1/3. De eerste bussen die ik gebruikt heb, waren mijn oude bussen. En daar heb ik dan ook gewoon gekeken, wat is ongeveer 1/3. Hier is het eigenlijk heel gemakkelijk bij onze bus. We hebben dat uitroepteken. Als je daar je vinger legt, dan kan je eigenlijk, als je open doet, aan de binnenkant kijken en zie je de schaduw van jouw vinger. Je vult de fles met het echte product tot aan de bovenkant van jouw vinger. Dan heb je ongeveer 1/3 gebruikt. Heb je dan 1/3 product erin, dan ga je aanvullen met gedestilleerd water. En dat doe ik dan meestal zo, ja, tot bijna aan het randje. Daarbij ga ik een geurtje toevoegen. Mijn favoriete geur is lavendel, dus dat doe ik erbij. En ik ga hem toevoegen met ongeveer 20 druppeltjes. Dan heb ik eigenlijk al één bus gebruikt. Mijn tweede bus is dan, doe ik net hetzelfde, opnieuw die vinger leggen, opnieuw aan de binnenkant kijken. En dan heb ik uiteindelijk mijn laatste bus over. En ik heb altijd één bus waarvan ik wit maak. Dat wil zeggen, daar doe ik mijn witte was bij. Wat doe ik daarbij? Buiten mijn lavendel nog 20 druppeltjes lemon. Als ik dan ga wassen, dan ga ik eerst eventjes opschudden. Niet echt fel schudden, eigenlijk gewoon een paar keren omdraaien. Want als je te fel gaat schudden, krijg je te veel schuim. Maar als je een paar keren omdraait, is het dan genoeg teruggemengd. En dan ga ik mijn dopje vullen. En ik vul mijn dopje eigenlijk tot aan die dikke rand hier. Daar het product in. Product in het wasmachine. En we kunnen beginnen. Heel veel plezier ermee. Vond je dit nu goed, mag je altijd een duimpje geven. Wil je geen filmpje missen, mag je altijd abonneren. Tot de volgende keer. Bye bye.